Hallo. Ja, Dennis, je komt eigenlijk een soort halen. Ik sta even bij BMK te kletsen over dingetjes van de website. Maar jullie zijn nu net opengegaan met Tokosan. Ja, dus jij gaat me even meenemen, toch? Dan gaan we even bij jou. Ik ga je even laten zien wat de winkel is geworden. Nou, dat is heel goed. Hey, tot gauw. Hoi. Ja, het heeft wel wat langer geduurd dan gepland. Hè? Het was eind juli, zag ik er net op de oude website. We dachten dat we binnen 2 maanden wel klaar zouden zijn, maar dat bleek toch anders. Ja. En wat was het grote struikelblok dan? Gewoon de extra voorzieningen voor de horeca. Dus de voorzieningen die je nodig hebt voor een horecapand. Maar het is wel heel mooi geworden, toch? Ja. Ja, vind ik ook wel. Mooie schilderingen. Er zijn nog klanten in het huis. Ja. We hebben al bezoekers, dus dat gaat hartstikke goed. Ja, we gingen 1 uur open, maar er kwam gelijk iemand binnenlopen. Ja. Dat was hartstikke leuk. En wat kan je nou zo wel bestellen als je hier lunch? Of is het lunch en diner, maakt dat niet veel uit? Je kan ontbijten hier zo. Okay. Smiddags kan je lunchen, en avondmaal. En dan doen we een dagmenu. Dus elke dag hebben we een ander menu. De ene dag is het bami, de andere dag is het nasi. En dan doen we saté met iets. We hebben een rotti-dag, dus elke dag doen we wat anders. Okay. En dan kunnen mensen zelf kiezen welke dag ze hier zo willen eten. Oké, dat is heel helder. Ja, en tot nu toe deden jullie vooral veel op festivals en... Foodtruck events hebben wij door heel Nederland een beetje heen gezworven met elkaar. En alle events afgegaan. En dit is eigenlijk voor het eerst dat jullie echt een winkel hebben, of niet? Of een restaurant moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dit is onze eerste echte winkel. Ah, dat is wel spannend. Ja. Ja. Ja, dat ziet er goed uit. Loop even mee. En dit is jullie vaste kreet. Adieu, lekker deze. Adieu. Adieu. Adieu, ook in de al. Adieu. Ja, Indische mensen vroeger zeiden, vroeger hadden adieu, weet je wel, als stopwoordje. Of als ze wilden beginnen met de zin, was dat adieu. Ja. Het is om iets aan te duiden wat in Nederland ook gebeurt. Maar het is een gevleugelde kreet bij jullie. Ja, het is een slogan geworden. Ja, leuk. Nieuwe wereldklokken. Ja, we hebben ook de landen naar hier toe gebracht in de klokkenvorm. Dus, en veel mooie schilderingen hebben jullie. Schilderingen. Ja, de poppen hebben we gedaan. Dat is de authentieke van Indonesië. De Wayang poppen. Ja. En we hebben onze voetdrukken laten schilderen. Oh ja. Waar de meeste mensen ons er wel van herkennen, de foodtruck. Selma Makan. Kijk, dat is haar dochter lief, of niet? Ja, haar dochter. Hallo. Jij gaat hier ook werken, of je werkt hier eigenlijk al. Ja. Ik doe dat alleen met het begin eventjes. Oh nee hoor, ik werk hier gewoon. Nou, leuk. Dat is echt een familiebedrijf. Daar is Sandra, de vrouw des huizes. Hallo. Hallo, Aardemaan. Ook gefeliciteerd met de zaak. Dank u wel. Ben je een beetje blij met alles? Is het naar je zin? Of, heel blij, heel erg trots. Heel trots dat we het samen hebben gedaan hier, dus ja. Ja, en je hebt nog het is heel spannend, het is vandaag natuurlijk de eerste dag, dus... Maar het ziet er allemaal best goed uit, want je moet er nog wel wat puntjes op de i zetten, maar het ziet er toch al goed uit, toch? Jawel, maar we moeten de wc een beetje verder afmaken. Het zijn dingetjes die gewoon door tijddruk niet lukten. En door een schouderblessure die een beetje vertraging aanbracht. En we hebben vertraging gehad op het dak met de afzuiging. Oké, dat is ook wel belangrijk hier waarschijnlijk. Maar we wilden gewoon de vaste datum aanhouden en dat hebben we gewoon zo gedaan. En wat hebben we hier voor gerechten? Boontjes met granalen, rode spek, pom, bakkeljauw, sardines, lekker met barra of Surinaamse broodjes. Ja. En hoe zit het, want ben jij echt de kok in of doen jullie dat ook samen? Nee, dat doet mijn Emma wel. Ja. Ze kan het veel beter, dus laat haar gewoon doen. En zijn het, ik kom een klein beetje zo, want dan heb ik wat minder... Maar zijn het echt je eigen gerechten ook of zo? Of hoe moet ik dat zien? Nee, dat heb ik echt van mijn oma, van mijn moeder. Dat is echt authentieke Javaanse, Surinaamse gerechten. Dus Dat zit allemaal wel snor. Ik zie zo'n hele grote panda staan. Dat is, Alles wordt echt vers klaargemaakt. Ja. En daar ook het open keukenconcept, dat mensen kunnen zien wat we doen. Ja, want jullie hebben, er zit nog best een flinke ruimte achter. Leveren jullie nou ook aan huis of is dat dan ook weer? Of is het daar alleen... We willen na de winter willen plannen om thuisbezorgd te gaan doen. Maar daar zijn we nog even de voorbereidingen voor aan het doen. Want het is natuurlijk best wel veel werk en best wel veel voor nodig. Ja. Dus dat doen we plannen we na de winter. Nu is het alleen nog afhaal. Waar we ons op focussen. Maar we hebben ook catering ernaast. Oké, dat doe je ook. Ja, dus we doen ook catering aan huis of op bedrijven. In alle vormen. En volgend jaar weer de voetdruk, hè? Dat blijf je ook gewoon doen. Ja, het seizoen is nu afgelopen dit jaar. Dus dan is volgend jaar weer op pad. Ja, en heel praktisch hier de openingstijden zijn jullie. Hoeveel dagen in de week zijn jullie open? 6 dagen in de week. Zes dagen, ja. Dus alleen dus zondag niet? Of maandag niet? Niet.
De maandag niet. Zondag zie je dat mensen toch nog wel even snel wat willen happen, omdat ze geen zin hebben om de laatste dag in het weekend wat te maken. Nou, daar zijn wij ook. Nou, dat is, en van hoe laat tot hoe laat? Van 9 uur. Je kan hier ontbijten van 9:30 tot 11 uur. Je kan hier lunchen en dan tot 8 uur 's avonds kan je maaltijden afhalen en eten. Nou ja, dat is helemaal duidelijk. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes hier en heel veel plezier ook. En ik kom ook eens een keer lekker eten met mijn vriendin. Hartstikke leuk. Oké, dank jullie wel. Dank je.